Water stroomt, verbindt en vervoert. Water geeft leven, brengt samen en biedt kansen. Via het internationale project Seine-Schelde willen we water alle kansen geven om uit te groeien tot het alternatief voor transport via de weg. Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk bundelen de krachten voor een uniek binnenvaartverhaal. Een verhaal waarin we samen 178 kilometer waterwegen aanpakken. Met in Vlaanderen een hoofdrol voor de Leien. Een project dat economie, ecologie en beleving laat samenvloeien. Ambitieus, steeds verder uitdijnend. Zodat in 2030 de Leien de titel Gouden Rivier terugwaardig is en de perfecte verbinding vormt tussen de Schelde en de Seine. Het Seine-Schelde-project is in eerste instantie een transportverhaal. Een klasse 5B-schip houdt 220 vrachtwagens van de weg. Minder files, minder uitstoot en toch meer transport. Het kan als bedrijven de overstap maken naar vervoer via het water. Een groene groeiambitie met de Leien als stuwende kracht. Hiervoor nemen we de rivier onder handen. De rivier verdiepen en verbreden. Bruggen verhogen. Sluizen aanpassen. Zo transformeren we de Leien straks tot een vaarweg voor schepen met 3 lage containers. En vinden de goederen van onze bedrijven hun weg via het water tot in Parijs of tot in de Noordzee, de poort naar de rest van de wereld. Eerst moeten ze natuurlijk de weg naar de Leien vinden. Nieuwe kaaimuren vergemakkelijken de overslag op lokaal niveau, dichtbij de bedrijven. Regionaal bouwen we river terminals. Moderne, grote overslagcentra. Wie de wereld wil gaan veroveren, kan dat straks ook via de Leien. Het Seine-Schelde-project geeft niet alleen zuurstof aan bedrijven. De Leien moet ook uitgroeien tot een energiebron voor de natuur. Een betere waterkwaliteit en ingenieuze vispassages zorgen alvast voor meer leven in het water. Maar ook naast de rivier geven we de natuur alle kansen. Meanders worden terug aangesloten op de rivier, natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het hele project creëert extra natuur waar fauna en flora welig zullen tieren. Een natuurlijk waterreservoir in tijden van droogte. Een natuurlijke buffer voor toekomstig wateroverlast. Zo zal de Leien stilaan terug de Gouden Rivier van weleer worden. Kilometers lang genieten. Met nieuwe aanlegstijgers die de pleziervaarders toegang verschaffen tot de Leien en de vele meanders. Om tot rust te komen op of langs het water. Al wandelend in de natuur of al fietsend op de jaagpaden langs de oevers van de rivier. Over de nieuwe fietsbruggen. Kunstwerken die het landschap iets extra geven. Die gemeenten met elkaar verbinden. Net zoals het water verbindt, beleving creëert. Zeker wanneer het terug rijkelijk door de steden mag vloeien. En haar aantrekkingskracht ten volle tot zijn recht komt. Een plaats biedt waar mensen samenkomen en elkaar ontmoeten. Seine-Schelde zet de Leien op koers naar de toekomst. Een toekomst die binnenvaart alle kansen biedt. De natuur laat groeien en mensen laat genieten. Want bij Seine-Schelde is het motto: iedereen vaart mee.